Hallo mensen, ik ben Max en vandaag gewoon weer tot de Max bij de allereerste aflevering van Hoe Maak Je? En in deze aflevering de Speed of Sound. Ik ben de bouw van de Speed of Sound begonnen met het maken van de Cobra Roll. Dit is een vrij complex element, dus heb ik hier in het begin alle aandacht aan gegeven. Zorg ervoor dat de twee halve loopings niet perfect rond zijn, maar een beetje een ei-vorm hebben. In het echt hebben ze deze vorm namelijk ook. Zorg ervoor dat je genoeg ruimte tussen de Cobra Roll en de looping overlaat, anders haken de ondersteuningen in elkaar. Maar maak het ook weer niet te lang, want dan wordt het station ook veel langer. Ook bij de looping is het belangrijk dat deze een ei-vorm heeft. Na het maken van de looping begon ik aan de tweede lifthill. De hoogte van beide lifthills is 35 bloks. Gelukkig heeft de Speed of Sound in dit echt een hellingshoek van 45 graden. Dus dat is heel makkelijk om hier na te maken. Voordat ik de tweede lifthill helemaal afmaak, maak ik een stuk van het station langer. En begon ik aan de eerste lifthill. Zorg ervoor dat beide lifthills precies naast elkaar staan. Dit is heel belangrijk voor als we beginnen aan de ondersteuningen. Wanneer de baan helemaal af is en de lifthills op de juiste hoogte staan, ben ik begonnen aan de ondersteuningen. Eerst maak ik de simpele ondersteuningen bij de Cobra Roll. En daarna de diagonale. De diagonale ondersteuningen hebben een afloop van steeds 2 bloks naar beneden. Daarna komen de ondersteuningen van de looping. Eerst had ik hier ook een afloop van 2 bloks naar beneden. Maar dat zag er niet realistisch uit en al helemaal niet mooi. Dus heb ik hier een afloop van 3 bloks gebruikt. Nu komt het moeilijkste gedeelte van de ondersteuningen, de lifthill constructie. Deze constructie bestaat uit 2 basissen met elk 3 ondersteuningen. De eerste ondersteuning heeft een afloop van 1 blok en gaat naar de onderkant van de lifthill. De tweede ondersteuning gaat vanaf de baas recht omhoog. De derde ondersteuning gaat met een afloop van 2 bloks naar de bovenkant van de lifthill. Waarom niet helemaal naar de bovenkant? Want in het echt steekt de baan er ook een heel klein stukje bovenuit. Met RollDead kan je deze kant van de constructie heel makkelijk naar de andere kant kopiëren en plakken. Nadat je dat hebt gedaan, kan je de twee constructies met elkaar verbinden. Verbind de bovenkant van elke ondersteuning met elkaar. Maak daarna diagonale ondersteuningen met elk een afloop van 1 blok die in een driehoekvorm naar elkaar toe gaan. Deze vorm heeft de Speed of Sound in het echt ook. Je zou precies gelijk moeten uitkomen. Ik had het even verkeerd gedaan, dus ik moest dat weer aanpassen. Zoals je ziet komen de diagonale ondersteuningen niet precies tegen elkaar aan. Wanneer jij dat wel zou willen, kan je de helft van de baan naar binnen toe schuiven met RollDead en dan alles mooi afwerken, zodat ze precies tegen elkaar komen. Met wol maak ik de buitenste randen van het station en de wachtrijpaden. Omdat we de twee baanhelften naar elkaar toe hebben geschoven, is er nu heel weinig ruimte over voor de wachtrij. Dus ik zet hem even terug naar hoe hij was. Het groene wol zijn de wachtrijpaden waar de bezoekers op lopen. Het rode wol is de buitenste rand van de wachtrij. Het paarse wol dat zijn de zigzaghekjes waar de bezoekers langs lopen. En het oranje wol is het optionele wandelpad. Dit pad is open wanneer het rustig is, zodat bezoekers een lang stuk van de wachtrij kunnen overslaan. En als laatste het blauwe wol. En dat is de wachtrij voor de Fastlane bezoekers. En nu ga ik van al het wol een wachtrij en een station maken. Het enige wat ik als laatste nog heb gedaan, dat zijn de laatste ondersteuningen van de Cobra Roll toevoegen en de notentrap.
De noodtrap bevindt zich aan de binnenkant van de Cobrarol. Wanneer de trein hier vast komt te hangen, kunnen de bezoekers er gewoon uit. Dit was dan de bouw van de Speed of Sound. In de volgende video gaan we werken aan de techniek hoe je deze attractie kan laten rijden. Ik wil jullie hartelijk bedanken voor het kijken naar deze video. Als je een leuke video vond, laat dan even een blauw duimpje omhoog achter en abonneer op mijn kanaal. En dan zie ik jullie de volgende keer weer.